En dat is wel echt mijn eerste grote liefde en ik spreek hem nog steeds. Ja, ik denk dus dat dat is dat ik in bed lig en dat de buurvrouw mijn kamer binnenkomt om te zeggen dat mijn zusje is geboren. Toen was ik 3,5, bijna 4, maar ik kan me nog, of ik heb het me een soort van ingebeeld, maar ja, dat staat natuurlijk nergens op. Want heel vaak zijn jeugdherinneringen dat je denkt, ja, weet ik dat omdat het een foto is? En dat moment van totale verwarring eigenlijk. Want als je zo klein bent, dan weet je helemaal niet wat het betekent om dat te krijgen. Maar dat is denk ik mijn vroegzinnig. Ik denk dat dat naar mijn vriend was. Ja, hij stuurde veel, dat weet ik wel. Ik weet niet meer wat ik over hem had, maar ik weet wel dat hij zei, oh schat, ik mis je opeens heel erg. Dus waarschijnlijk heb ik zoiets gestuurd van, oh schatje. Oh. Maar ik weet het niet precies. Ja, dan, ja, ik weet niet of dat mijn eerste was. Toen zat ik, nou, het was in de zomer van groep 8 naar de brugklas. En ik had op de basisschool, ik had een vriendinnetje. En ik had een vriendje, zij had een vriendje en die waren ook weer bevriend. Dus we hadden een soort van, beetje zo'n vier, ja. Nou, niet dat je met elkaar ging, maar ik had een vriendje, zij had een vriendje. We gingen dan samen dingen doen, want het was natuurlijk nog veel te eng om echt alleen. Weet je, dan ben je 12. Dus dan ga je, dus we gingen met z'n vieren naar de bios en toen gingen we naar Mean Girls. Die arme jongens. Nou ja, volgens mij vond ze Lindsay Lohan wel lekker. Ik ben wel eens herkend op straat. Ik weet toen mijn eerste film heb gedaan toen Looktoe, toen was ik 14. En toen die uit was gekomen, werd ik dus opeens voor het eerst herkend. En dat weet ik nog wel, dat ik dat heel raar vond. Het was heel grappig, want dat was een kinderfilm natuurlijk. Dus het werd vooral door kleine kinderen herkend. En als zij mij dan om een handtekening vroeg, dan vroeg ze ook gelijk iedereen die bij mij was ook om een handtekening. Dus als ik dan bijvoorbeeld met vriendinnen was, dan moesten die ook allemaal een handtekening geven. Zo zijn kinderen, ik weet niet, ja. Het is heel grappig. Dat weet ik nog. Echte gebroken hart heb ik maar één keer gehad. Dat is wel vaker geweest. Ik heb vaker relaties gehad die uitgingen, maar dat was dan even kut. Maar dat was wel dat ik het ook wou, ja. Zeg maar. En één keer echt gewoon niet leuk uitgegaan en dat was gewoon huilen. Wekenlang, echt wel lang. Echt heel erg verdriet en heel erg eenzaam voelen. Eigenlijk is het enige wat helpt, is dat gewoon de tijd voorbij gaat en dat je telkens weer een dag verder bent en dat, ja, dat het steeds meer op de achtergrond raakt, zeg maar, de pijn. Ik was heel erg bang voor het donker, dus dat ben ik eigenlijk nog steeds wel. Maar ik was toen echt bang voor dingen, ik kon geen enge films kijken zonder dat ik er echt maanden last van had. Ik weet toch heel goed dat in groep 3, dan keek ik Ik met Loreland met carbonkel. En de carbonkelnade heb ik gewoon echt, denk ik, tot groep 7 last van gehad. Echt jaren gewoon. Dat ik, als ik in bed lag, dat ik dan dacht dat hij er was. Nou, echt liefde, want ik heb wel een soort van vriendschap, maar dat was niet echt, stelde echt niks voor. Maar ik heb een relatie van mijn 15 tot mijn 21ste gehad. En dat is wel echt mijn eerste grote liefde. En ik spreek hem nog steeds bijvoorbeeld. Hij is gewoon een soort van, ja, het wordt dan gewoon een soort van familie als je zo lang zo'n leeftijd je leven deelt. Je eerste met alles, weet je wel. En ik hou nog steeds van die jongen. Het was gewoon, op een gegeven moment was het gewoon klaar. Want we waren gewoon allebei ouder geworden. En, als je op 15 bij elkaar komt, ben je natuurlijk echt veel van baby. Maar ik heb daar wel echt hele goede herinneringen aan. Ik ging auditie doen omdat ik zat op een jeugdtheaterschool in Den Haag. En die stuurde dan soms kinderen door naar Kemner Casting. Naar dat castingbureau toen, het grootste. En dus daardoor had ik wel vanaf mijn 9 denk ik een paar keer een auditie. En dat werd toen niks. En toen de eerste auditie die echt wat werd was voor Timbuktu. Naast acteren was dat in een stoffenwinkel. Dus toen was ik 15, dat was eigenlijk nadat ik toen ik dat had gedaan. En toen ging ik een jaar in de stoffenwinkel werken. En dat was echt zo'n oude, echt met van die rollen stof, weet je, dat je zo'n meters moet afmeten. Maar ik ben links, dus ik kon niet zo goed met die schaar omgaan. Dus ik knipte heel vaak schuin en dan werden de klanten boven me. En ik vond het ook lastig met de prijzen. Die stonden er niet bij en er was heel veel, het was wel een heel leuk baantje. Het was bij een hele lieve vrouw. Maar ik was denk ik niet de beste werknemer die ze ooit heeft gehad. Nee, ik deed dat dan op zaterdag, elke zaterdag, maar na een jaar. Ik denk misschien Ryan, hoe heet die, Gosling in The Notebook. Wel dat ik die als puber zag, hoorde ik dat echt helemaal. Ja. Taal onrealistisch, maar. Heel raar. Maar ik kan me herinneren dat ik toen, dat was bij de première van de boek toen, ik kan me herinneren dat ik toen vooral mijn stem heel raar vond. Dat ik echt dacht, wat een kutstem. Gewoon zo. Dat je dan voor het eerst je stem hoort. En dat heb ik nu wel meer aan gewend. Dus dat vond ik een kut. Ja. Thank you.